Woensdag 2 april was het opnieuw buitenspeeldag in heel Vlaanderen. Ook in Lucristi was het één groot kinderfeest. Vandaag is er eigenlijk heel wat te doen. Het is de algemene organisatie van buitenspeeldag. En wij als gemeente Lucristi doen daar nu de 5e keer aan mee. Dus het is een feestelijke editie met meer dan 23 kraampjes en activiteiten die we organiseren voor jong en oud. De organisatie verwachtte heel veel kinderen. Wij hopen sowieso dat we het aantal van vorig jaar kunnen evenaren. Dat zijn er 3000 geweest vorig jaar. Dus wij hopen 3000 en meer. Maar gelijk dat er het nu al uitziet, gaan we er toch wel aan komen, denk ik. De jeugdzenders Ketnet, VTM Kazoom en Nickelodeon deden ook mee door de hele namiddag zwart beeld uit te zenden. Dan kunnen ze ook buiten spelen en dan kunnen ze naar hier komen als ze in Lucristi of rond Lucristi wonen. Veel vrienden van de school, van de klas zijn hier en kunnen mee spelen. Een tof idee, want anders vragen de kinderen toch vaak van mag ik naar tv kijken, maar nu is er eigenlijk hier helemaal niets. En ik heb mijn dochter dat ook duidelijk gemaakt. Vandaag is het keer helemaal buiten spelen, dus het is wel iets plezant. Ik wou ze hier achterlaten en naar huis gaan, maar ik ben gewoon gebleven omdat ik het zo leuk vind. Het hoogtepunt van de dag was het bezoek van 2 BV's. Voor deze 5e editie hebben we alles uit de kast gehaald. In plaats van 1 BV hebben we er 2 gezocht. En dat is onder andere Charlotte van Ketnet en Arne van VTM Kazoom. Ik wil graag een handtekening van Arne en Charlotte. Ik ben fan van Ketnet, dus ik wil Charlotte wel eens ontmoeten. Ook deze editie van de buitenspeeldag was een succes. Uiteindelijk kwamen 3500 kinderen in Lucristi spelen. De buitenspeeldag is superleuk! Super! Fantastisch! Super! Super! Super!